Hij doet het. Even zwaaien. Ja. Hallo. Nou, wij zijn hier vandaag met... Melle. En Luna. En wethouder. Ja, met John. En wij zijn vandaag bij Fort Lunet. En waarom bij Fort Lunet? Want we hebben gewonnen met de mooiste plek uit gemeente Gichtgaanderberg. En waarom is het de mooiste plek? Omdat je er kan varen. Scouting, waterscouting. Tuk-tuk. Scooterspieren. Eten. En hoe heet het nou? Springen. Ja, en ik ga hier ook graag naartoe, want ik kan hier ontzettend lekker biertje drinken en lekker eten. Maar wij gaan de volgende shot doen en dan laten we wat meer van Fort Lunet zien. Op de boot van Bootje Gezond. En ja, Melanie en Luna die staan te disco achter mij. En er is een elektrisch sloep. En hier kun je mee lekker naar de Biesbos varen, zonder al te veel herrie. En die zijn hier te huur bij Fort Lunet. Dus ja, een hele mooie plek. En dames vindt hier ook wel gezellig zo te zien. Of niet, dames? Ja. Ja. Ja, dat is de escape room hier. En dus daar kun je ook eens een keer. Ben je er wel eens in geweest? Kun je er ook uitkomen? Waar is er uitgekomen? Nee, want ik heb hem nog niet gedaan, maar ik ben wel ingegaan gelopen. Oh. Gelukkig weten mij de code van de kluis. Anders komen de mensen er echt niet meer uit deze. Zo moeilijk is hij. Dit is de binnenplein van Fort Lunet. Fort wat in 1837 gebouwd is tot 1839. En nu volledig in gebruik is door Bootje en Scootertje Gezond en de Mafeking. De Mafeking, dat zijn onze waterscouts. En die maken gezamenlijk gebruik van deze locatie. Je kunt er lekker barbecuen, eten, bootjes huren, scooters huren. Maar ook gebruik maken van de fietsen. Zeker met lekker weer. Je zit meteen aan de Dongen. Dus je kunt van hieruit prachtig naar de Biesbos. Er gaat ook een fluisterboot elke zaterdag en zondag. Gaat hij twee keer op en neer naar de Biesbos om daar lekker te wandelen, word je later ook weer opgepikt. Ik denk dat wij klaar zijn voor een drankje. Wat denk jij, Luna? Ja. Ja. Ben jij ook zin in wat drinken? Ja. We hebben wel hard gewerkt, hè? Ja. Nou, helemaal goed. Dan gaan wij een plaatje opzoeken en dan gaan we lekker zitten. Ja. Wat denk je daarvan?